de nachtzoen. Door 's nachts onze dromen op te schrijven, kunnen we vriendschap sluiten met ons nachtbewustzijn. De maan heeft ons wat te vertellen. Deze nachtzoen krijgen we van psycholoog en astroloog Menno Noordervliet. Menno, wat is de maan in ons leven? De maan. Nou ja, de maan is natuurlijk een satelliet die om de aarde heen draait. Hè? Dus we hebben er heel direct mee te maken. Het hoort bij ons huis, zeg maar. Maar ik vind dat de maan bij het nachtbewustzijn hoort. En het nachtbewustzijn is eigenlijk het bewustzijn wat te maken heeft met archetypen, bijvoorbeeld. Dat zijn oerpatronen. Mm-hmm. Met dromen. Dromen 's nachts uiteraard. En met mythen. Hè? Dat zijn allemaal dingen die wij eigenlijk kunnen gebruiken om meer te weten komen over onszelf. Als het gaat over al die symbolen, hoe gaat het met ons, vind je, in dit jaar? Nou, er is op het ogenblik wel iets bijzonders aan de hand. Dat er eigenlijk twee krachten, twee planeten met elkaar in een soort spanning zitten met elkaar. En welke planeten zijn dat? Dat zijn Pluto en Uranus. Ja, Uranus is ook een hele sterke kracht die echt vernieuwend werkt. Je kan het ook een beetje vergelijken met de 60er jaren. Toen werkten die twee samen. Toen had je ook zo'n vernieuwingsgolf, veranderingsgolf. Maar nu is het extremer, spannender nog. En dat gaat echt door 2012, 13, 14 heen. En is er dan al een voorspelling over te doen welke kant dat opgaat, die verandering? Nou, dat is lastiger, maar het is positiever dan in de 30er jaren volgens mij. Want hier is Uranus de sterkere. Dat wil zeggen dat vernieuwing en democratisering en humanisering misschien ook wel, het zouden moeten winnen van machts- en controlestreven. Hè? Wat er overal speelt. Dus dat verwacht ik hoor. Dat gunstiger is dan in de 30er jaren had je ook zoiets. Maar dan omgekeerd was Pluto. De macht was sterker. Ja. Toch, je zei net al iets over je vrije wil. Maar dat ook in dit opzicht ga je daar toch weer ook dingen bij denken. Van, ook al zijn die krachten dan veel groter dan de mens. Ja. Wij kunnen daar toch nog iets in betekenen. Jawel, zeker. Nee, want ik geloof dat die archetypische wereld, hè, dat is die planetenwereld en de dierriemtekenwereld, dat die ons uitdagen om ons echt toe te verhouden, bepaalde beslissingen te nemen, of erin mee te gaan tot op zekere hoogte, of tegen te werken kan ook. Maar we hebben daar een vrije wil in. We kunnen ons ertoe verhouden. Net zo goed als je kan verhouden naar wat er in de natuur gebeurt. Of soms met rampen of wat dan ook. Hè? En vanavond ben jij onze vader des vaderlands die ons op bed legt. Ja. Hoe wil je dat doen? Nou ja, ik zou iedereen toewensen dat hij meer contact maakt met het nachtbewustzijn. Met de wereld van de maan. En dat wel in verhouding tot het dagbewustzijn. Maar de wereld van de nacht is ook wel de wereld van het gevoel. Hè? En van meer contact maken met diepere lagen in jezelf.